Ik heb nog zo'n grote Bijbel, die ik ook eens op TikTok heb laten zien. En deze Bijbel, die bevat de meeste boeken van alle Bijbels die ik heb. Deze heb echt heel veel, deze Bijbel. Deze Bijbel bevat het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de apocryfe boeken ook. Maar ook catechisme en het liedboek van Psalmen bevat deze Bijbel ook. Dus deze Bijbel bevat echt heel veel boeken. Het heet de meeste boeken van al mijn Bijbels. De Biblia, dat is de ganse heilige schrift, bevatten alle de kanonieke boeken des Oude en Nieuwe Testament. Door lats der hogen mogen heren, staat de generaal. De Bijbel komt zelf uit 1885. Ook. 1885. Maar wat ook raar is aan deze Bijbel, is dat die dit papiertje, deze bladzijde, de eerste bladzijde eigenlijk al. En dat gaat erom wat er staat geschreven eigenlijk. Het dankt mij niet om gepas met ene paar woorden de opmerking hier neer te schrijven dat deze Bijbel vertaling niet is uitgegaan van de staat, maar van de kerk. Wat daarmee bedoelt, dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Dan is het eigenlijk uitgegaan van de kerk en niet van de staat dus eigenlijk. Dus dan is het uitgegaan van de kerk. Misschien komt het ook wel omdat de catechisme in staat. Vandaar misschien ook wel. De synode van Dordrecht, de jaren 1618-1619 gehouden, was nog niet land te samen of de noodzakelijkheid ene nieuwe Bijbelvertaling uit het oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks was te sprake en werden door dezelfde vergaderingen in haren dertiende. Het is wel, ja. Ik zie helemaal precies mee bedoeld, maar ben ik echt niet. En hier staat dan het getal 1885. Dus de Bijbel komt ook mogelijk uit 1885. Wat ook wel leuk is om te kijken hoe ze vroeger geschreven. In de begin schiep. Je schiep werd vroeger geschreven met de F. God den hemel en de hemel en de aarde. En de aarde was woest. En de duisternis was op den afgrond. En de geest God zweefde. Heel veel woorden dat eigenlijk met de S of met de Z is. Met vroeger met de F geschreven. Heel veel eigenlijk. En als je dat kunt omhouden, dan kan je deze Bijbel op zich wel lezen. Met een beetje moeite, een beetje veel moeite wel. Maar als je hem houdt dat de S of de Z vaak een F is, dan kan je hem op zich wel lezen. En de gods zeiden daar zijn. Uw licht. En daar was licht. Dus zich is het te doen. Als je maar weet. Dit zijn dus die Bijbels. Deze Bijbel bevat ook eigenlijk plaatjes vooral. Ook. Plaatjes. Kijk of ik nog eentje kan vinden. Aan het begin moet er ook eentje staan, dacht ik ook. Hier. Dit soort plaatjes bevat de Bijbel dan ook. De mens, de Adam en Eva die het land moeten verlaten. Die het paradijs verlaten moet. Ja, goed. Ik zal hem eens even in het midden openen. Tot zo. Nou, ik heb nu in het midden geopend. We zijn nou bij de profeten eigenlijk. Het Oude Testament gewoon nog. Bevat dus plaatjes ook sowieso. Even kijken hoor. Is
zit van plaatje. Meestal is het alleen papiertjes. Daar zit aan de andere kant vaak ook een plaatje. Dus Daniel is het. Nou, zullen we eens naar de apocryfe boeken gaan? Zo, die zit er ook in, de apocryfe boeken. Je ziet dat deze Bijbel ziet er wel een stuk ouder uit. Vanwege die bladzijden deze Bijbel gewoon bruin zijn. Of eigenlijk lichtbruin. Niet zo wit als die andere Bijbel. Even kijken hoor. Dit zijn de dit zijn de apocryfe boeken. Wacht even, dit zijn ze. Dit zijn de apocryfe boeken al. Even kijken hoor. Even een stukje terug hoor. Openbaring. Dit is Johannes. Openbaring van Johannes. Kijk, dit zijn de apocryfe boeken. Apocryfe boeken. Hier zit ook de inhoud op, zeg maar, welke boeken dat allemaal bevat. Hetzelfde eigenlijk als je andere Bijbel vooral ook. Hier heb je een uitleg over de apocryfe boeken. Dit is een uitleg of zo. Dit hier. Als je eens een keertje gaat proberen te lezen, deze bladzijde. Maar goed. Dit zijn dus apocryfe boeken. Boek Estra, zoals ik al zei. Estra 3. Kijk al. Jesriach zit er ook in. Dus dit zijn dan gewoon de apocryfe boeken. Zoals we nou weten ook. Kijk, dit is dan het einde. Dit is de laatste bladzijde van Maccabeeën 3. Dan kom je bij... Wat dit precies is, geen idee, hè? Dit is dan een soort catechisme, denk ik ook. Ja, zie je? Dit is catechisme. Staat hier namelijk ook. Hier staat dan meer eigenlijk net wat anders, maar... Hey. Wat hebben we? Ja, het staat wel wat anders. Maar goed, hier zie je bijvoorbeeld het catechisme staan. Die wordt vooral gebruikt in de kerk ook, hè. De kerk, dit zijn boeken die eigenlijk gebruikt worden voor de kerk. En hier staan vooral ook allerlei zondagen op, hè. De eerste zondeen. Hier staan allerlei zondagen op, vooral ook. En vroeger werd zondag ook geschreven met de S, maar niet met de Z. Vroeger dus ook. En dan welke zondag het is, dat bepaalt dan hoe jij je dienst moet doen, hè. Het hangt er vanaf hoeveel zondag van het jaar. Het hangt dan de dienst eigenlijk vanaf de kerkdienst vanaf van de zondag van het jaar. Denk ik. En dit is weer wat anders. Dus er zitten heel veel in deze Bijbel. En dit zijn allemaal toevoegingen. Dit is allemaal niet. Dit is een groot tekst. Niks over te vinden allemaal. Het zijn allemaal toevoegingen. Dank je wel. Dit is het liedboek van Psalmen. Zit er nog één. We zijn er eigenlijk nog niet eens. Hier heb je nog meer. Deze Bijbel zit echt heel veel, joh. Verklaringen. Ja, verklaringen waarover eigenlijk dan. Eens een keertje helemaal uitzoeken wat er voor verklaringen daar dan zijn. Het is echt rijk aan informatie, joh. Maar of het de juiste informatie is, weet je. Dit zit er ook allemaal in. Het nieuwe Richtlinien. Het Oude Testament. Ja, ik weet niet wat dit inhoudt. Dit is een manier van zoeken of zo. Of een uitleg van de Bijbel. Richtlinien. Ja. Het van het Oude Testament en het Nieuwe Testament zit er ook in. Dit is van het Nieuwe Testament. Wat ook leuk is om het even te laten zien, wat deze Bijbel ook bevat. Kijk hoor, maar het zit al verder achterin helemaal. Echt zoveel zit erin, dan is het over. Dan heb je leefpapiertjes. Kijk, is het dan echt over, is dat gedaan? Ja, dan is het over. Dat is de laatste bladzijde. Dus het moet hier echt zo staan. Ja, dit bedoel ik. De stam boven Noach zit er ook in. Er zit bij mij helemaal achterin. Eigenlijk hoort dat vol in. Maar hier zit het helemaal achterin. Dus,
Kijk hoe dik, joh. Hoeveel boeken erin zitten, joh. Niet echt. Dit is echt een... Niet, deze Bijbel is echt bijzonder. Deze hele boek is echt wel bijzonder eigenlijk. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de apocryfe boeken, catechisme, het liedboek van Psalm en Richtingen zit erin, verklaringen zitten erin. Of heel veel toevoegingen bevat dit oude Bijbel ook. Heel veel. Heel veel. Maar goed, dat was hem.